Deze boosdoeners vielen begin deze week met bakken uit de lucht in Sint-Niklaas. Vandaag kan je er nog altijd de gevolgen van zien. Ben je zelf een inwoner, dan is de kans ook groot dat je zelf schade hebt opgelopen. En in dat geval kan je maar best een aangifte doen, niet alleen bij de verzekeraar, maar ook bij de stad Sint-Niklaas. Wij vragen aan de mensen in de eerste plaats om contact op te nemen met de eigen verzekeraar. Om op die manier de schade aan de woning, aan de wagen, vergoed te krijgen. Maar daarnaast doet het stadsbestuur via de provincie ook een aanvraag om de hagelstorm te laten erkennen als natuurramp. En daarvoor is het belangrijk dat iedereen die schade geleden heeft, dat ook aanmeldt bij het stadsbestuur. Dat kan op twee manieren. In de eerste plaats via een webformulier op onze website, waar alle gegevens kunnen ingevoerd worden en dan doorgestuurd naar het stadsbestuur. En voor mensen die echt niet op een computer geraken of die niet thuis zijn op het internet, voor die mensen hebben wij ook een gedrukt formulier dat zowel aan de infobalie van het stadhuis als bij de deelgemeentehuizen te verkrijgen is. Het formulier invullen kan tot uiterlijk woensdag 18 juni. En als de ramp erkend wordt, kunnen er volgende stappen gezet worden. Binnen een aantal weken vermoedelijk zal er dan een erkenning kunnen komen van de hagelstorm als ramp. En op dat moment, als die erkenning gepubliceerd wordt, op dat moment zullen de mensen ook uitgenodigd worden om een gedetailleerd dossier in te dienen in verband met de schade die ze hebben geleden. Voor meer info om de aangifte in te vullen, kan je surfen naar de website van de stad www.sintniklaas.be/stormschade.